We zijn in Witharen bij school De Triangel, waar vandaag alle fietsen worden gecontroleerd. En dat wordt aanbevolen door Veilig Verkeer Nederland, de lichtbrigade. Petra zit ook in het project en van Veilig Verkeer Nederland krijg je daar ook nog hulpmiddelen van. Ja, wij hebben een koffer gekregen van Veilig Verkeer Nederland en daarin zitten allerlei hulpmiddelen om de fietsen te repareren en ook om de kinderen een soort kaartje te geven waarop wij kunnen afvinken of de fiets helemaal voldoet aan alle eisen. En we zeiden dus een koffer is ideaal om mee te nemen als ze dagjes uitgaan met alle kinderen op de fiets, want er zitten bandplakspullen in en dergelijke en nieuwe batterijen. Dus het is hartstikke leuk en ja, we zijn er heel blij mee. De politie is vandaag ook aanwezig. Wijkagent Kees van S doet de controle samen met Jan Voortman. Waarom is het zo belangrijk om deze controle te doen? Nou kijk, we zitten natuurlijk in een landelijk gebied. Veel buitenwegen. En de kindertjes komen van ver eigenlijk naar de school toe. Dus die moeten over landwegen rijden waar soms geen fietspad is. En het weer wordt weer, het is tegenwoordig nu laat licht. En s'avonds is het vroeg donker. Nou ja, net met de schooltijden. Dus het is van levensbelang dat de lampen het goed doen en dat de reflectie goed is. Nou, en dan is een goede gelegenheid dat we als politie ook een kijkje komen nemen op de school. Zijn er veel mankementen aan de fietsen of valt het mee? Het valt heel erg mee. Het zijn allemaal kleine dingetjes eigenlijk. Bijvoorbeeld dat reflectie op de banden, dat vieze fiets, maakt de fiets schoon. Lampen tot nu toe allemaal, of het batterijtje wordt wat minder. Nou, een nieuw batterijtje erop, belletjes, goed. Dus eigenlijk zijn we heel tevreden hoe de fietsen erbij staan. Prima, succes. Nou, dankjewel. Laat het eens kijken. Ja, die doet het. Achterlampen 10. Ja, hij kan met 3. Oh, disco. Ja. Oh, disco lampen. Ja. Mag dat? Mag liever niet. Nee. Ja. 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 De trappen zijn goed. De reflectoren zijn hier in de orde. Oké. Okay. We zitten hier op. Ja. Oh, ja. In de wielen. Heel fijn. Bij Arita Koonstra, van Loonbedrijf Koonstra. En hun hebben de vestjes geschonken aan het Triangel. Wat heeft jullie ertoe aangezet om die veiligheidsvestjes te schenken? We werden in mei of juni benaderd door een verkeersorde van Triangel. Met de vraag als wij de instanties konden benaderen die in het verleden vestjes hebben geschonken aan het Triangel. Dat was Cumula en LTO, die hadden in die tijd daar een potje voor, maar de potjes waren inmiddels leeg. En toen hebben wij als loonbedrijf bedacht van, we vinden het toch wel heel goed dat kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. En daarom hebben wij bedacht van, we gaan ze zelf aanschaffen. En die hebben we vandaag geschonken aan de kinderen. En ja, het is gewoon fijn, want er staan reflectiestrepen op de vestjes, waardoor ze goed zichtbaar zijn, zowel voor automobilisten en landbouwverkeer. En ik hoop dat school en de ouders de kinderen aansporen om ze elke dag aan te trekken, waardoor ze goed opvallen in het verkeer.